Het is weer een prachtige dag om in de werkplaats te zijn, want vandaag is rokjesdag. Ik ga namelijk de skirt van de Hoevenkraft maken. Dat is wat het betekent, toch? Rokjesdag. We gaan de skirt maken. Ik ga een rooster. Ga ik voorbereiden dat ik dat voor de propeller kan doen. Ga er nu niet in doen, want ja, de propeller moet er nog achter. Maar ja, wellicht dat zo'n beschermrooster handig kan zijn. Ik ga het stuurmechanisme afmaken. En nog het andere dingetje doen aan de Hoevenkraft. Maar, voordat we dat gaan doen, iets anders leuks, namelijk de Oreo dispenser. We kennen hem allemaal, hopelijk, zo niet, shame on you, ga hem snel kijken. Maar, die maak ik al een tijdje, en tenminste, ik heb hem een tijdje geleden gemaakt. En nu heb ik er een product van gemaakt, die jij kan kopen. Dus, je kan hem digitaal kopen, dat was al op mijn website, ik kan hem downloaden, zelf printen. Super cool, maar niet iedereen heeft een printer. En soms wil je hem gewoon een cadeau geven, wil je gewoon dat hij goed is. Niet zelf gedoe mee hebben. En dat kan nu dus ook. Ik heb hem nu in de aanbieding in mijn store. Dus kijk snel de link in de beschrijving als je er eentje wil hebben. Want deze aanbieding duurt maar een week. Ik ga nu eerst deze nog een beetje schuren. Want die is allemaal weer geel opgekomen. Ik wil hem nog iets fijner schuren. En dan ga ik deze blank aflakken. Zodat ze helemaal mooi zijn. En dus op de Hoevenkraft kunnen. Dat zit erop. En het is nu tijd voor koffie. Koffie. Die. En dan gaan we daar een insert in persen. Met deze mooie tool. Dit is de eerste die ik gebouwd heb, die van de video. Dat is dus deze. En de nieuwe is eigenlijk niet heel veel veranderd. Min een paar kleine aanpassingen. Of plus eigenlijk. Plus een paar kleine aanpassingen om hem te verbeteren. Dus wat we nodig hebben om hem in elkaar te zetten is deze. De buitenkant. Dan krijg je, als je hem koopt, krijg je er drie verschillende signs bij. Een blanco waar je zelf wat op kan zetten. De bekende Oreo. En de eentje met cookies. Als je er eventueel iets anders in zou willen doen. Of je wil het gewoon niet branded hebben. Kan natuurlijk ook. Ook omdat ik een klein beetje bang ben dat Oreo misschien... Ja, dit niet leuk vindt, krijg je die andere er ook bij. Dus, de buitenkant, bovenkant. Dit lijm ik allemaal in elkaar natuurlijk voor jou. Zo, die komt hier. En dan moeten we deze hierop zetten. Die gaat er doorheen. Zo. Om deze even aan de kant. Is het tijd om deze te lijmen, want deze print ik als één deel. En daar moet die dan op. Voor de buis natuurlijk. En natuurlijk nog het mooie logo. Hoppatee. Maar ik ga op deze. Daar komt die op. Zag je wat daar gebeurde? Dit vond ik zelf de beste tip die ik vrij lang geleden al gezien heb. Maar dit is dan MitreFast. Dit is verder niet gesponsord. Maar dit is activator voor secondenlijm. En secondenlijm... Of superglue, wat eigenlijk naar mijn idee een betere naam is. Klinkt alsof het super snel gaat. Seconden lijm. Hè? Dat zou nooit langer dan een paar seconden moeten duren. Maar als je iets ermee wil lijmen, duurt het altijd verrot te lang als je ze tegen elkaar aan zit te houden. Met dit dus niet. Laat me dat eens even demonstreren. Kijk, even iets zoeken. Kijk, ik heb hier iets gevonden. Mooie lintzaag. En ik heb een mooie stift. Stel, ik wil deze hier aan vastlijmen. Nou, met secondenlijm. Laat ik eens even voordoen. Even tot 10 tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oké, okay, misschien een slecht voorbeeld. Maar, dat kan nog veel sneller. Want kijk, even een nieuwe secondenlijm erop. Poep, 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 poep. Zo. Dus hier een beetje activator. En nu, als ik hem er tegenaan hou. Gaat het veel sneller. Ja, het is misschien geen wereld van verschil, maar ja, eigenlijk wel. Die 10 seconden hier ging eigenlijk al best wel snel. En ja, het is soms net het verschil tussen het heel lang moeten vasthouden of gewoon dingen even tegen elkaar aandrukken en dat het blijft zitten. Vaak als je de activator niet te dik doet en je hebt twee dingen die echt goed op elkaar aansluiten, dan is ja, activator en lijm tegen elkaar en het zit vast. Dus, doe jezelf een plezier. En score zo'n busje. Super handig. Maar dat waren we niet aan het doen. We waren deze dingen aan het maken. Maar jij raadt nooit wat ik vanochtend vergeten ben. Namelijk de Oreo koekjes. Die liggen nog thuis. Dus ja, dat wordt na de lunch. Want ik ga lekker thuis lunchen. Na de lunch ga ik hiermee verder. Koekjes erin en kunnen we de promo gaan opnemen voor die leuke aanbieding. Dus, ik heb allemaal nieuwe freesjes, graveerfreesjes om precies te zijn. Kijk, met een heel scherp puntje. En die wil ik even gaan testen. Ik heb er verder geen doel voor nog, maar ik had het pas ergens gezien. Ik dacht, volgens mij is dat waar die kleine CNC-frees echt perfect voor is. Dus ja, laten we eens gaan proberen. Ik heb een plaatje aluminium hierin. Ik heb een SD-kaart met daarop een testje dat we gaan testen. Ik heb geen idee wat hij wel aan het doen is, maar dit is niet wat ik moet hebben in ieder geval. Die eerste had ik met een vrij simpel softwarepakketje geschreven wat ik eigenlijk nooit gebruik. En deze tweede heb ik met Fusion geschreven. Dat is wat complexer om het allemaal op te zetten, maar dat zou wel beter moeten zijn. En die eerste zou er 40 minuten over doen en deze 2. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Je moet in Fusion wel je notebook goed zetten. Op naar poging 3. Het is nog niet perfect, je ziet dat er nog heel veel sparen omhoog komen. Maar ik vind het best wel cool voor een eerste testje. En ja, ik moet nu weer door met de Hoovercraft. Maar het werkt. Super vet. In grote lijnen zit het stuurmechanisme erin. Maar ik heb één dingetje een beetje over het hoofd gezien. Ik had deze dingen staan niet recht met het roer. Kijk, die staan een beetje zo. Zodat als je met de stuurkabel hier aan trekt, dat de beweging iets natuurlijker is dan wanneer ze recht zouden staan. Want anders als die zo zou staan, zou die helemaal zo staan en kom je daar met de stuurkabel niet lekker bij. Maar wat ik dus vergeten was, is dat als je dus deze twee dan met elkaar verbindt, dat de weg niet helemaal gelijk is. Kijk, links zit nu recht. Maar ja, je ziet al wat er ontstaat. Deze die gaat veel meer die kant op dan dat die echt die kant op gaat. En daardoor zit deze los. Dus, dat kan ik oplossen. Wat ik ga doen, is ik ga een nieuw dingetje maken wat hier bovenop komt. Wat parallel zit met het roer zelf. Voor die en die. Puur en alleen voor deze verbindingskabel. En dat zou dat probleem op moeten lossen. Maar voor nu gaan we door. Het is tijd om de skirt te gaan doen. Ik heb hier de skirt en ik heb een hele mooie, kleine, subtiele werktekening laten printen.
één op één van hoe de skirt moet gaan worden. Maar ja, ik heb meer plek nodig. Dit gaat hier natuurlijk nooit passen. Dus ik zat te denken, misschien kan de afkortzaag ergens anders. En dan, als ik dit een beetje leeg maak hier zo, daar, dan zou de hoovercraft daar kunnen. Heb ik hier significant meer plek om, ja, dingen te doen. Dat ga ik proberen. Maar ik weet nog niet hoe. Eigenlijk was dit bedacht als mijn lasttafel, maar na vrij snel was dit al mijn mengtafel geworden. Voor de polyester, epoxy, ja, dingen nemen gewoon dingen over. Maar ik heb niet zo heel veel meer te mengen nu, en ook al lukt het wel op een hoekje. En ik heb ook niet superveel te lassen nu, dus ik dacht, misschien kan de zaag wel even daar. Ik twijfel nu of ik hem misschien niet gewoon daaronder moet zetten, want ik heb ook niet zo heel veel te zagen op het moment. Dus, die daarheen, dan kan dit leeg. Zou volgens mij echt ideaal zijn. Ik moet hier nog gewoon echt een keer wat goeds voor gaan maken. Een afkortzaagstation op wielen wat ik kan rijden. En een betere plek zoeken. Maar ja, zover is het nog niet. Eerst moet de hoovercraft af. Dat geeft nog eens ruimte. Zo, dat scheelt al even. Die netjes in de hoek. En moet je zien wat een plein ik hier heb. Hoppatee, hier kan ik wel het een en ander op maat maken. Ja, dat denk ik wel. En dit is misschien ook wel een goede plek voor de langere termijn, want ik had gehoopt dat tegen de tijd dat die hoefkast af was, dat ik een, misschien een extra box erbij kon huren of zoiets. Iets waar ik hem kon stallen. Want ja, ik wil hem niet ver weg hebben. Ik heb aan de andere kant van het land wel wat plekken waar ik hem neer zou kunnen zetten. Wil ik niet, want ja, dan heb ik hem niet. Maar hij moet ook niet in de weg staan. Dus ja, dat was een beetje zo'n ding. Maar als hij hier komt, dan staat hij misschien wel goed. En ja, komt er wel ook binnenkort een CNC-fres, dus daar moet ik eens even goed naar kijken. Misschien dat dit nog wat weg kan of efficiënter. Dit is ook niet super efficiënt. Die is mooi. Daar heb ik nog wel wat ruimte. En ja, dus daar moet ik gewoon even goed naar kijken. Maar voor nu, heel veel plek. Dit is hetzelfde wat ik heb om de skirt van te gaan maken. Lekker subtiel kleurtje. Maar dit is nog geen skirt natuurlijk. Dit is gewoon een zeil van 5 bij weet ik veel, 6 meter of zo. Dus daar moeten we nog even in gaan knippen. En daar heb ik wat voor bedacht. En dat is dit. Want het maken van die skirt is niet zo simpel als het lijkt. Althans, het is niet super moeilijk, maar omdat ik 45 graden hoek heb en 90 graden hoek die in een bolling op elkaar moeten aansluiten, krijg je een soort van parabool waar je hem moet gaan lijmen. Ja, uit de losse hand is dat best wel lastig. Dus heb ik een kleine werktekening gemaakt. Zijn we er nog? Ja. Kijk, van de panelen die ik dus moet gaan maken. Dus dit kan ik daar op het zeil plakken, uitknippen. En dan heb ik hier zo de lijmrand en hier gewoon de vorm die ik moet hebben. Laten we gaan proberen. En daar is hij dan. Het eerste segment. Best wel cool dat dat gewoon zo kan. Want ik zat er best wel mee van, hoe ga ik dat nou doen? Hoe ga ik dat? Ga ik dat uit de losse pols doen? Ga ik dat helemaal uitmeten? Ja, ik had geen idee. Tot ik me bedacht dat iemand mij ooit vertelde dat grote dingen plotten helemaal niet zo duur hoeft te zijn. En ik gebruik die templates natuurlijk best wel vaak voor zeker vroeger en de laatste tijd wel wat minder. Gewoon voor dingetjes, ja, wat op een A4'tje past of net niet. Maar toen dacht ik, ja, als ik het nou gewoon even in 3D ontwerp hoe ik het wil hebben, platsla en laat uitprinten, dat is natuurlijk wel heel makkelijk. En die hele rol papier, deze,
Dit is 6 meter lang bij 1 meter breed. Dus er staan alle segmenten voor de skirt staan erop. De hele rol die heeft mij, inclusief verzenden, €22 gekost. Dus ja, dat telt, ja, dat valt allemaal best wel mee. En dat is, ja, dit is gewoon de breedste maat die ze hadden, keer 6 meter. Als je gewoon een A1 of een A0 laat doen, dan heb je het echt over een paar euro per print. Dus dat is, ja, dat is gewoon, mocht je wat groots hebben, is dit denk ik wel een van de betere opties. Maar, we hebben natuurlijk deze, dit. Ik heb daar deze lijm bij gekocht. Maar ik heb nog geen idee of dat ook daadwerkelijk sterk genoeg gaat zijn. En ik heb alles ontworpen opdat ik alles... Zo. Ik heb gerekend met 5 centimeter lijmoppervlak per kant. En ik zie nu dat ik dat hier verkeerd heb gedaan. Want ik heb alle delen 2,5 centimeter langer gemaakt dan ze moeten zijn. Nou ja, als je dat dan over elkaar legt, dan kom je volgens mij op 5 centimeter uit. En dat ga ik dus hier ook doen. Dus ik ga hem tot hier insmeren. Ik ga deze tot hier insmeren, leg ik ze op elkaar. En dan moet het beter blijven plakken dan dit. Lees je ook nooit de handleiding van dingen? Ik vind er echt gek van, maar dat ik dat niet doe. Maar misschien is dit een goed moment om het een keertje wel te doen. Het lijkt vrij simpel. Ik moet het erop doen, wachten tot het droog is, aandrukken en dan is het, dan zit het vast. Oeh, stinkt wel die meuk. Zo. Die is ingesmeerd. Hoef alleen nog maar te wachten. En ik hoop dat ik straks dus als het droog is, als ik het tegen elkaar aan doe, dat het gelijk vast zit. Want ik moet straks natuurlijk die mooie ronde vormen zo op een of andere manier gaan lijmen. En als ik dat moet gaan klemmen, dan gaat het niet. Dus het moet gewoon zijn contact vast. Terwijl dit droogt, ga ik ondertussen even verder met mijn Oreo dispenser, koekjes, ding, verhaal. Want ik heb inmiddels, ja ja, hele leuke lampen binnengekregen. Oeh. Waarmee ik allemaal verschillende kleurtjes kan maken. Kijk, dit is cool. Kan dan gewoon per kleur kun je aangeven hoeveel je wil hebben. Als je ziet, dan wordt hij helemaal rood. Maar goed, dat gingen we niet pakken. Leuke vorm ook trouwens. We gingen die pakken. Die. En nog een stukje buis. De Oreo dispensers. Maar Emiel, wacht. Waarom laat je ons die lampen zien als je niet vertelt waar ze voor zijn? Oké, goed punt. Ik zal het verhaal even afmaken. Ik ga binnenkort hier in de studio een hele gave kast maken. Met van alles erop. Daar kan een 3D printer opkomen of erin. Weet ik nog niet. Daar komt een coole epoxy inlay in waarschijnlijk. Om ja, gewoon wat interessanter te maken. En op dat moment dat ik dat ga doen, wil ik eigenlijk van de situatie gebruik maken om dit, deze bende die nu relatief opgeruimd is, om dit even mooi te maken. Dus deze wand moet nu eindelijk eens een keertje studiowand gaan worden. Nou ja, die kast moet hier gaan komen, spulletjes moeten opgeborgen worden. En daar heb ik ook die lampen voor besteld. Want wat ik dacht hier de cameraarm op te hangen die ik gemaakt had voor mijn oude werkplaats. Niet voor de camera, maar waar ik dan die lampen aan kan doen. Dan kan ik, als ik hier zo sta, dan kan ik bijvoorbeeld vanaf deze kant gewoon een accentlicht doen. Of vanaf de andere kant, hij kan wit, hij kan verschillende kleuren wit. En hij kan in ja, alle andere kleuren. Behalve zwart. Zwart doet hij niet. Dat moet ik nog even over bellen. Dus ja, dat is het verhaal van de lampen. Verder met de koekjes. Want ik trek. Ik ben te traag geweest. De lijm is al goed. Dus, nu is het een kwestie van die op die. Lijm op lijm. Thank you.
qua manier van werken is het in ieder geval goed. Het is gewoon echt, ja, je drukt het tegen elkaar en het blijft zitten. En het blijft ook best wel gelijk goed zitten. Dus dat is fijn. Nu laat ik dit even uitharden en kan ik een testje gaan doen om te kijken of ik het ook daadwerkelijk sterk genoeg vind om die hovercraft skirt van te gaan maken. Want ik vermoed dat er best wel kracht op komen als die lucht zo naar buiten blaast. Dus, to be continued. Niet vandaag. Maar nu, dan toch echt de koekjes. Zo, we hebben weer superveel gedaan. Ik heb het stuurmechanisme gehaakt. Ik heb de skirt ben ik aan begonnen. Deze zit in de polyester en de Oreo dispenser hangt aan de muur. Het stinkt eerst de neten naar de polyester. Tot de volgende.